Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, SOSAVO, is vandaag gestart met een trainde trainers workshop over het project Professionalization of Childcare in Selected OIC Countries. Dit programma wordt deze maand in samenwerking met de Kalkinma, de Ontwikkelingsbank van Turkije, en het Comité voor Economische en Commerciële Samenwerking van de Organisatie voor Islamitische Samenwerking, COMSEC, uitgevoerd. Daarnaast neemt een aantal buitenlandse organisaties deel aan deze workshop. Het ministerie wil via deze training de kennis en vaardigheden van crèchehoofden vergroten en versterken. SOSAVO-minister Christine Polak zegt dat het project wordt uitgevoerd in het kader van het Early Childhood Development Project. We willen zoveel als mogelijk kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar die in crèches zijn. Het gaat niet alleen om het opvangen van de kinderen, maar het gaat ook om het stimuleren, het naar een hoger plan trekken van deze kinderen. Dat is de bedoeling van deze training. Het zijn hoofdzakelijk de crèche-leidsters die hier zitten, omdat het een trainde trainersprogramma is. Dus zij worden getraind en dan moeten zij weer naar onderdoor de zaak doorgeven. Waarbij dus in essentie maandag, dinsdag, woensdag gaat dus nogmaals hoofdzakelijk om op welke wijze, op welke manier ga je bezig met kinderen in die leeftijdsklasse 0 tot 4 jaar met ook een lichte uitloop. Omdat sommige crèches hebben ook kinderen tot 6 jaar. Het project kost totaal ruim 23.000 Amerikaanse dollars. COMSEC komt in met bijkans 90% van dit bedrag. Volgens Polak heeft deze organisatie Suriname verplicht om samen te werken met andere landen. Wanneer je bij COMSEC een project indient, dan is het de eis dat de training wordt gedaan tussen twee lidlanden van COMSEC. En ons leek het interessant in deze om mensen uit Nigeria te laten halen, omdat natuurlijk ook een deel van onze mensen afkomstig is uit Afrika. Dus je dient het project in, het project wordt geschreven en dan kijk je bij de lidlanden, de verschillende lidlanden die er zijn, van waar je denkt dat het het dichtst bij ons ligt, laten we het zo zeggen. En tegelijkertijd hebben we dus Guyana meegenomen. Guyana is ook lid. Dat ze ook een aantal trainees sturen om getraind te worden. De minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, Christine Polak. Zij sprak vandaag bij de start van het project dat de vaardigheden van crèche-leiders moet aanscherpen. De opening is gehouden in de trainingszaal.